eigenlijk maakt het niet uit welk instrument je speelt. Tuurlijk, je hebt natuurlijk je skills en je dus dat je uiting doe je via een bepaald instrument. Maar ja, je bent gewoon muzikant. Dus je hebt dingen in je hoofd zitten. Dat wil je uiten op een bepaalde manier. En of je daar nou een piano voor pakt, een bas of een. Natuurlijk moet je oefenen. Maar eigenlijk maakt dat niet uit. Dus ja, de vraag van, noem eens de binding met je. Of, hè, wat is jouw eerste binding met dit instrument? Wanneer koos je voor dit instrument? Dus je moment is blijkbaar dat je muzikant wilde worden. Maar wat is dan het moment dat je voor de drums koos? Ik probeer een beetje gevoel te krijgen. Oké. Ik begrijp, je wil een relatie leggen ook met dit. Wat een drumstel heet. Mm-hmm. Ja. Ja, ik ben gewoon bij een drumband begonnen. Op straat. Weet je, dus op als 7-jarig jochie liep ik op straat. Met een trommeltje op mijn buik, hè, dus voor mijn buik, zeg maar. Een beetje tamboeren, zeg maar. En ja, goed, het was allemaal heel krakkemikkig natuurlijk. Wel heel erg leuk. Gezellig. En ik ben eigenlijk pas laat met drummen begonnen. Ik ben eigenlijk pas op mijn 19e pas echt met drummen begonnen. Dus echt dat je echt daarvoor ging zitten. Dat je echt voor het instrument koos. Daarvoor heb ik altijd getwijfeld tussen piano. Ja, ook wel drums natuurlijk, want het was altijd een beetje half-half. Toen ben ik ook meer op piano gaan toeleggen, schilderen. Heb ik heel veel intensief gedaan. Eigenlijk pas laat ben drums begonnen. Dus ja, of zeg, wat bracht jou ertoe om dat is voor dat instrument te kiezen? Ja, dat heeft altijd al een beetje geborreld. Eigenlijk. Ja, ja hoor. Vanaf die drumband? Nee, niet vanaf de drumband. Eigenlijk vanaf dat ik Steve Gadd, Vinny Cajuta, Wekker hoorde drummen natuurlijk. Dus dat waren allemaal van die drummers, zeg maar. Noem ze nog eens? Ja, Cajuta, Vinny Cajuta, Dave Wekker, Steve Gadd. Dat was toen in die tijd, midden jaren 80, kwam dat opzetten. Had je echt die fusion was heel gaaf. En dat was niet zo eens omdat ik het mooi vond, maar dat gaf ze een kick. Zo van, ja, wauw, weet je wel. Dat is een soort ompolingsmechanisme wat die gasten op me teweeg wisten te brengen door schakeringen in ritmes. En nou, dat was ik helemaal van mijn stuk gebracht. Dus ik probeerde ook echt te tellen. En ik ging ook echt naar kroegen, naar bekende drummers vanuit Nederland dan ook luisteren. Dan ging ik met de bloknootjes staan, dan ging ik dingen opschrijven. Van, hey, wat speelde die nou? Dus je was daar al helemaal dan mee bezig ook. In die taal wat drums heet. En ook op 3 uur s'nachts. Dan zat je helemaal zo, dan zat je in bed. Dan zat je gewoon, die hoor je echt 3-4 ritmes door elkaar heen. Om het een beetje te bedwingen, om het niet kwijt te raken, ging ik naar beneden. Ging ik om 3 uur s'nachts, ging ik al die dingen op papier zetten om het maar niet kwijt te raken. En de volgende dag ging ik dat echt oefenen met allerlei soorten variaties op. En zo heb ik het een beetje eigen gemaakt. Toen daarna ben ik pas echt les gaan nemen. Ja, goed, oké. Je kijkt er zorgelijk bij. Toen ben je les gaan nemen. Nee, dat bedoel ik niet zorgelijk. Alleen wat je krijgt met lesnemen is dat je krijgt zo'n stapel informatie. Je moet het zien als een puzzel. Dus je hebt al die puzzelstukjes. Dat is een hele grote berg. En het duurt heel lang voordat je al die stukjes hebt gelegd. Elk stukje puzzel staat voor informatie. En dat moet je allemaal in één puzzel zien te leggen. Wat jouw identiteit heet. Dat bedoel ik. Dus als je dat helemaal integreert in jouw identiteit. Ben wel even bezig. Dus ja, want even zorgelijk kijken. Maar die identiteit, heb je die al gevonden? Of is die puzzel half weg? Ja, die heb ik wel. Dat heb ik je ook net uitgelegd. Ik ben gewoon Richard. Ik ga daar gewoon staan. En ik geef niks in mijn hoofd. En hoe klinkt de identiteit van Richard? Kun je een stukje laten horen? Ja, wel. Van hoe klinkt Richard? Hoe klinkt Richard? Dat is een hele goede. Hoe klinkt Richard? Dat is ook een moeilijk om te zeggen. Dat blijft natuurlijk taal. Muziek is gewoon taal. En als ik een stukje voor mezelf wil neerzetten, moet ik een beetje praten hoe ik ben.
Ja, dat is een rijke persoonlijkheid die je daar liet klinken. Nee, wat, is er iets typisch Richard niet? Dat heeft met dynamiek te maken ook als ik bijvoorbeeld als ik in een groep verkeer met mensen, dan ben ik niet altijd gelijk iemand die gelijk mezelf naar voren wil drukken. Ik ben altijd iemand die probeert aansluitingen te vinden, gevoelsmatig met anderen, en daarvan uit te praten. En af en toe heb ik natuurlijk de neiging om te zeggen, om mezelf dan een punt te willen zetten naar de ander toe. Ja, dat is een beetje die omschrijving, is het. Ik ben niet iemand die zegt van binnenkomen is alles. Dan zit ik niet in elkaar. Dus, niet, dat hoor je ook in mijn spel. Ja, je speelt zoals je bent.